Je bent 5 keer al in Oekraïne geweest. Met een konvooi aan allerlei spullen die jullie meenemen voor de soldaten aan het front. Wat geen gevechtsapparatuur is, maar medische apparatuur. En ook de auto's die jullie daarheen brengen, die blijven daar achter. Wat doet een schrijver in het oorlogsgebied? Ja, het moet bij aangetekend worden dat we dus alleen maar militairen steunen. Er zijn heel veel NGO's die steunen burgerdoelen, dus de heropbouw van zo'n maatschappij. Maar wij doen dus alleen soldaten, omdat Jaap Scholten, een vriend van mij, die had een hele goede intuïtie. Die dacht, ja, voordat je aan veiligheid kunt denken, moet je toch eerst moeten die soldaten hun oorlog kunnen winnen. Mm-hmm. En toen is hij dus begonnen met het kopen van terreinwagens vol met levensreddende middelen, verbandmiddelen. Ook zoiets eenvoudigs als teenwarmers. Mm-hmm. Een soldaat met een bevroren teen, die moet je afvoeren. Dat kost een heleboel, heel veel risico is dat. En dus wij gaan met die terreinwagens vol met spullen gaan we naar het front. En die leveren we daar af. En het zijn eigenlijk... We opereren via boodschappenlijstjes. We krijgen dus van het. Dat ga ik je antwoorden. Ja. Maar we opereren dus met boodschappenlijstjes. En dat is best een interessante dynamiek waar we in terecht zijn. Want die boodschappenlijstjes die komen van de jongens van het front. Ja. Die zeggen inmiddels. Ja, die zeggen gewoon. Ze nodig hebben. We hebben jullie 6 elektrische motoren voor ons. Mm-hmm. Nou, die brengen we dan. Ja, en die brengen jullie dan? Want die ronsel je dan allemaal in Nederland via een netwerk wat hier ontstaan is. Ja, we hebben dus heel veel fondsen nodig. We hebben de hele tijd heel veel geld nodig, want alles is schrikbarend duur. Er zit iemand naast jou. Ja, nou, dat is interessant. Wij hebben nog heel veel. We hebben een stichting, 48%, die zorgt ervoor dat de digitale kloof gedicht wordt. En een van de dingen die we als allereerst hebben gedaan is via de Unconnected die daar actief zijn, is simkaarten, powerbanks en dat soort zaken. Naar Oekraïne graag. Ja, zodat mensen gewoon met elkaar konden communiceren. Dat is best wel handig. Ja. Ook wij gaan hierover doorpraten. Dat is ook goed, ja. Maar wat een schrijver daar doet... Ja, kijk, ik zoek natuurlijk altijd grenssituaties. Maar ik begon eigenlijk met deze oorlog dat ik op 24 februari 2022 woedend op de bank zat. Ik zag het gebeuren en ik dacht, dit is onbestaanbaar. Ik kende het land al, ik heb er ooit een roman gesitueerd, dit zijn de namen. En ik ben verliefd geworden op dat land. Dit boek is ook een liefdesverklaring aan Oekraïne. En ook verliefd geworden op die ongelooflijke vrijheidsliefde van die Oekraïners. Dat is een heel bijzonder volk en ik ervaar ze als heel verwant. Heel direct, heel geestig. Je zou eigenlijk Hongarije en Oekraïne moeten omklappen, zodat ze dichter bij ons zaten. Maar eigenlijk omdat je er al geweest was en die liefde voor dat land voelde, was de pijn extra groot. En ik was natuurlijk veel te oud. Ik moet daar iets... Nou, ik was veel te oud. Ik voelde me echt machteloos. Ja. Veel te oud inderdaad om nog te kunnen vechten. Er werden mensen ook opgeroepen. Ja. Er zijn Nederlanders natuurlijk die hebben zich aangesloten. Maar daarvan dacht jij... Te oud en ik heb 2 kleine kinderen die naar de Starbucks willen. Dus dat wordt er niet. En ik spreek de taal ook niet, wat een enorme hindernis is. Dus ik zou daar waardeloos zijn. Maar toen Jaap me vroeg om met Protect Ukraine mee te rijden naar het front... Ja, toen ben ik meteen ingestapt. Ja, dit boek is echt een week oud of zo. Dus je hebt het laatste hoofdstuk heb je nog geschreven. Je hebt dus net beeld laten zien... In de auto van het front naar Kiev. Ja. Hier zien we je zitten. Dit was, want het laatste stuk, dat moest erin nog. Nou, kijk, het waren 4 reizen. En ik wist dat ik nog een 5e reis zou gaan maken. Ja. En ik dacht, het is zonde als die er niet in zit. En we zijn heel dicht aan het front geweest. En we hebben daar een brigade bezocht die Rusland is binnengevallen. Die waren als eerste in Rusland, in Koersk. En daar hebben we 2 dagen in het bos gelogeerd. In een soort ondergrondse stad hebben ze daar gegraven. En ik dacht, dat moet er gewoon in. Mm-hmm. En de bezige bij, mijn uitgever, die was daar zenuwachtig over. En die dacht, het boek moet dan uitgeleverd worden. Er is een presentatie. Ze waren niet zenuwachtig van als Tommy dan maar terugkomt. Want je zat echt in een heel gevaarlijk gebied. Ja, maar kijk, weet je, die soldaten die zitten nog... Het is een glijdende schaal. Die soldaten lopen zoveel meer risico dan wij... dat eigenlijk vind ik dat het wel meevalt. Als je daar zit. Ja. Wat leer ik van het boek als ik het lees? Wat je van het boek leert, dat is een goede vraag... Wat je ervan leert is dat het een fantastisch volk is. Dat zich doodvecht voor vrijheid en democratie. Dat bereid is zichzelf te offeren voor zoiets als een democratische rechtsorde... waar wij hier vrij achterloos mee omspringen. Je leert over de geschiedenis van Oekraïne, die heel interessant is. Het is echt het slagveld van alle oorlogen geweest. Mm-hmm. En het is ook een kennismaking met het Oekraïnse volk. Want het is niet zozeer dat de NAVO bijvoorbeeld steeds verder is opgeschoven naar het oosten. Nee, het oosten wilde steeds dichter naar het westen toe. En
ja, dit land wil dus dolgraag bij die westerse moderniteit horen. En bij de open samenleving die wij hier nog hebben. Ja. Dat is gewoon de fout van Poetin. Ja. Dat heeft hij dus gewoon niet goed gezien. Hij dacht, dat zijn gewoon Russen en die horen bij ons. Ja. En hoppakee, die gaan we binnenvallen. En jij beschrijft, denk ik, wat je op grond van wat je zegt heel mooi... dat dat gewoon een heel ander land is dan Poetin dacht, dan dat het was. Ja, nee, en ik vind het verbazingwekkend dat alle mensen die je spreekt... soldaten, iedereen heeft het gewoon over democratie, rechtsstaat. Ja. Ik praat hier in Nederland nooit over die dingen. Nee. Het is hier natuurlijk gewoon een geboortegeschenk. We hebben er niks voor hoeven doen. En zij zijn bereid om zich ervoor dood te vinden. Maak je je zorgen of het goed komt? Nou, ik was aan het front. En in Nederland lees je in de kranten en zie je op tv heel veel sombere berichten. Maar als je die soldaten ziet, geen denken aan dat die somber zijn. Ja. Die vielen Rusland binnen met alle soorten van opwinding. Een enorme drift om die oorlog te winnen. Ja. Dus die Oekraïners gaan niet verliezen. Dat is onmogelijk als wij ze blijven steunen. Ja, laten we ze kunnen alleen maar verliezen als wij niet de steun bieden.